Welkom bij Hotspots. Ik ben vandaag op de Superclub Cruise Boat. We gaan over een uurtje varen. Spannend! En ik ga natuurlijk ook weer lekker eten op deze boot. Dus wat willen mensen nog meer? Maar zoals je ziet hebben ze hier ook hele lekkere bedden. Ik heb heel vaak als ik heb gegeten zoiets van, oh, ik wil echt even lekker gaan liggen. En op de Superclub Cruiseboot kan dat gewoon. Lekker! Nou, zie hier het voorgerecht. Het ziet er prachtig uit. Kijk maar. Leuk gedaan, tomaatje bovenop. En het is gerookte eendenborst. Ziet er erg lekker uit met de rucola salade. En het wordt met een handschoentje gegeten. Want het voorgerecht wordt dus altijd met de handen gegeten. Dus daarom krijg je een leuk handschoentje erbij. Moet me ook wel ergens anders aan denken, maar dat is een ander verhaal. Ik ben benieuwd, ik ga het proeven. Ik heb begrepen dat jij de host bent van vanavond. Wat houdt dat precies in? Dat ik vooral bezig ben met het placeren van de mensen. En zorgen dat ze leuk en fabulous eruit zien en een leuke avond hebben. Wat doe je dan allemaal om het de mensen naar de zin te maken? Ik fotografeer onder andere de mensen. Dan ga ik meestal met mijn laptop daarna meteen aan de slag. Ik photoshop de mensen totdat ze er helemaal picobello, fabulous en helemaal mooi glad eruit zien. En dan eind van de avond vraag ik hun e-mailadres. En de volgende dag vinden ze dat in hun e-mail. Het is me ook opgevallen dat je nu weer een ander outfit aan hebt dan net. Is dat part of the deal? Ja, iedere week krijgen we nieuwe outfits toegestuurd. De IQ Lab, dat is dus eigenlijk het moederbedrijf zeg maar, van de boot. Zij komen iedere week met fantastische nieuwe outfitjes en alles. En is het gewoon zelf een beetje mixen en matchen en kijken wat het wordt. Nou, dit is het hoofdgerecht. Ik heb zo'n goed voorgevoel dat het wel lekker gaat smaken. Hoe ervaart het publiek, zeg maar, de manier waarop jullie ze entertainen? De meeste mensen zijn altijd eigenlijk heel erg aangenaam verrast. Ze krijgen heel vaak complimenten dat ze het eten fantastisch vinden. De manier waarop het eten ook wordt opgediend, dat ze dat heel origineel vinden. En daarnaast dat ze de entertainment dan eigenlijk niet eens hadden verwacht. En dat is dan eigenlijk letterlijk het kersje op de slagroom wat er dus afmaakt eigenlijk, ja. Kun je iets meer vertellen over die verrassingselementen? Want ik had begrepen dat het iedere keer een verrassing is. Ik ga niet te veel weggeven, want anders is het geen verrassing meer. Wat ik wel kan zeggen is dat we standaard op onze boot altijd een massagetherapeut aanwezig hebben. Dus als jullie dat leuk vinden om dus gewoon tijdens het eten lekker je voeten gemasseerd te hebben. Of lekker je rug als je een beetje vast zit. Is het gewoon dan de avond om los te komen. Oh. Na het eten kan je nog even lekker rustig van het uitzicht genieten. En je kan hier ook een sigaretje roken. Voor alle rokers, helemaal een uitkomst. Dit was de tweede aflevering van Hotspots. Ik was vanavond op de Superclub Cruise Boat. Nou, ik heb heerlijk gegeten en ik heb natuurlijk ook gevaren op de boot, wat ook weer een extraatje is natuurlijk. Verder had je ook een hele leuke violiste en ook masseuses en masseurs. Dus ik geef denk ik de Superclub Cruise Boat een 9-. Een aanrader dus voor iedereen. Doei!